Wij gelovige en romantische mensen hechten grote betekenis aan het verschieten van een ster. En ze prevelen dan snel een wens. Maar minder bijgelovigen reageren daarop anders. Onder hen moeten we zeker rangschikken de astronomen. Ook de amateurastronomen, van wie Nederland er vele telt en die georganiseerd zijn in de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. De werkgroep Meteoren ontplooit een grote activiteit. Haar leden doen waarnemingen waaruit onder andere de juiste baan die de meteor heeft afgelegd en de snelheid daarvan kunnen worden berekend. Andere amateurastronomen bouwen zelf hun telescopen. De werkgroep Kijkerbouw in Den Haag bijvoorbeeld vervaardigt op het ogenblik een serie van 10 kijkers. Een uiterst precies werk dat een grote dosis geduld vereist. Vooral het slijpen en polijsten van de holle spiegel is bijzonder moeilijk en vraagt grote zorg en vakmanschap. Het is tussen twee haakjes de eerste maal dat in Europa op een dergelijk grote schaal telescopen door amateurs worden vervaardigd. Een van de bekendste amateurastronomen van Nederland is de grijze heer Meesters in Halfweg, die in zijn eigen observatorium met zijn zelfgebouwde telescopen al talloze zeer belangrijke waarnemingen aan de sterrenhemel heeft verricht. De leden van de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde leveren bijzonder waardevolle bijdragen aan de wetenschap.